Financiënminister Armand Achai-Berzing zegt niet te weten of het klopt dat de organisatie Fitch Ratings zich heeft teruggetrokken en geen beoordelingen wil doen over Suriname. Hij sprak journalisten gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman zegt dat in geval deze geruchten op waarheid berusten, het niet de huidige autoriteiten zijn die dit hebben veroorzaakt. Ik weet niet of u weet dat mijn voorganger Fitch de Gaan uitgestuurd had, omdat hij niet happy was met de rating die waar Fitch mee zou uitkomen. En ik vermoed dat dat nog speelt. Ik moet zelf nog goed onderzoeken waarom Fitch nu pas besluit om de rating van Suriname niet meer te doen. In ieder geval wil ik vaststellen dat vanuit deze regering niet aan Fitch gezegd is dat ze moeten stoppen met de rating. Absoluut niet. Ik denk dat het te maken heeft met wat zich in het verleden afgespeeld heeft. Achai-Berzing zegt verder dagelijks met zijn team bezig te zijn om maatregelen te implementeren in het kader van de lening bij het Internationaal Monetair Fonds. De minister is ervan overtuigd dat Suriname door de geplande evaluatie van maart 2022 van het IMF zal komen. Het is niet zo simpel als men dat denkt van we gaan geblacklist worden. Ik kan u zeggen, Suriname werkt hard om haar huiswerk te maken. We hebben daar zwaar op ingezet om goed door de assessment te komen. De evaluatie van het IMF hoeft niet per se in Suriname gedaan te worden. Achai-Berzing verklapt dat er binnenkort een aantal financiële wetten in de Nationale Assemblee zullen worden behandeld.